Feest in Gelderland. Sinterklaas en zijn pieten zijn aangekomen. De Gelderse derby NEC Vitesse, morgen in Gelredome, zorgt nu al zichtbaar voor spektakel. Het weer groen wordt, is toch wel weer fijn. Ja. Na de rigoureuze kaalslag vanwege de Aziatische boktor hebben de bewoners in Winterswijk hun groen weer terug. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 17 november. Het kan u niet ontgaan zijn. Sinterklaas is weer in Nederland. De officiële intocht was in Roermond, maar daarna is de Sint ook doorgevaren naar verschillende Gelderse plaatsen, waaronder Zaltbommel. Talloze kinderen en hun ouders wachten vanmiddag vol spanning op de komst van de Goedheiligman. Heel Zaltbommel staat te wachten op de komst van de Sint. Nou ja, bijna iedereen dan. Wat bent u nou aan het doen? Aan het vissen. Aan het vissen? Ja, aan het vissen. Maar Sinterklaas komt eraan. Tot groot enthousiasme van de kinderen is daar dan eindelijk de Goedheiligman. Direct doorgevaren vanaf Roermond. De boot vaart soepel de haven van Zaltbommel binnen. Maar dan gaat het mis. Er breekt brand uit aan boord. Nou, ik zag in één keer de pakjesboot en die vloog in één keer in de fik. Even schrikken. Ja. Gelukkig grijpt de brandweer snel in. Het vuur wordt geblust en de Sint weet veilig de kant te bereiken. Nou, ik heb het vermoeden, wij hebben nog wat extra pepernoten gebakken onderweg, dat er iets is misgegaan. Maar ik moet er even met mijn Pieter daarover praten, want het is niet goed. De kinderen zijn blij dat de Sint veilig is aangekomen, want ze willen natuurlijk allemaal een cadeautje. Een fiets, nieuwe fiets, Barbie-kleertjes. En als het dan bestuurbare boot en een bleekleed. Maar het is wel crisis, hè? Heeft de Sint daar wel centjes voor? Denk ik wel. Die man, goed heilige man, heeft altijd geld zat. En dat is goed nieuws voor alle kinderen. Ze mogen vanaf vanavond allemaal de schoen zetten. Alle kinderen, groot en klein en mooi zingen. Ja, graag. En omdat Sinterklaas vandaag niet overal kon zijn, bezoekt hij volgend weekend ook nog verschillende Gelderse plaatsen. De overheid heeft de Harderwijkse zalmverwerker Foppe in de kou laten staan. Dat vindt Jan Foppe, de directeur van het bedrijf. Volgens Foppe hadden veel problemen kunnen worden voorkomen als beter met informatie van het bedrijf was omgesprongen. Van de met salmonella besmette zalm werden ruim 1000 mensen ziek en 4 mensen overleden er zelfs aan. De zalmverwerker had naar eigen zeggen al snel in de gaten dat de besmetting bij een productielijn in Griekenland vandaan kwam. Alleen werd met die kennis volgens de directeur niets gedaan, waardoor de onrust erg lang duurde en producten ten onrechte werden teruggeroepen. De productie bij de zalmverwerker, die een paar weken helemaal heeft stilgelegen, is inmiddels weer op gang gekomen. Zo'n 100 mensen hebben vanmiddag in Hulshorst actie gevoerd bij het ecoduct over de A28. Aanleiding is het voornemen van de provincie om edelherten, die landbouwschade veroorzaken, af te schieten. Over dat beleid is de afgelopen dagen een felle discussie ontstaan. Een kleine 100 belangstellenden zijn vandaag bij elkaar gekomen op het ecoduct over de A28 bij Hulshorst. 100 mensen met dezelfde mening. Een ecoduct moet volop gebruikt worden. Dat lijkt me wel, ja. Want volgens mij zijn daar die miljoenen voor besteed. En niet om vervolgens te zeggen van dit wel en dit niet. Het is heel logisch natuurlijk dat als je een ecoduct aanlegt waar dieren overheen moeten, dat je daar niet gaat selecteren dat er die er niet over mag en die wel. Dat lijkt mij ook, ja. Daar is die voor gebouwd en het heeft genoeg gekost. De groep komt bijeen om actie te voeren tegen de gemeente. Die willen het aantal overstekende herten beperken en zo nodig afschieten omdat ze overlast veroorzaken. De actievoerders vinden dit onzin. Er komen nu iets te veel herten over en dat komt de boeren hier slecht uit, dus die knallen we af. Ten faveur van de jagers. Nee, walgelijk. Ik vind persoonlijk alle herten die geschoten worden, vind ik er één te veel. Aan de andere kant, als er zoveel herten zijn, zoveel overlast, dan een hert meer of minder maakt dat ook niet zoveel uit. Nou, daar heb ik iets ander idee over. Nee, je gaat geen dieren afschieten omdat je vindt dat ze in de weg lopen. Nee. Het protest verliep rustig. Maar de malaise rondom de nieuwe ecoducten zal nog wel even voortduren. Vuurwerk in Nijmegen en een geel-zwart hert in Arnhem. De supporters van NEC en Vitesse maken zich op voor de Gelderse derby morgen in Gelredome. Beide ploegen gaan vol voor de winst. Spelers van NEC worden verwelkomd met vuurwerk. Het trainingsveld vult zich met rood-zwart-groene rook. De fans van NEC willen graag een herhaling van vorig seizoen, toen dankzij een doelpunt van Leroy George voor het eerst in 33 jaar werd gewonnen in Arnhem.
Het is wel zo dat jij sinds je wedstrijd niet meer kapot kunt bij de supporters, hè? Nee, dat is inderdaad zo. Maar ja, ik moet het elke wedstrijd laten zien en ik wil de supporters vermaken dus. In Arnhem is het hert bij het Velperbroek circuit voor de gelegenheid geel-zwart geverfd. We hebben een geel-zwart hert. En ik vind het wel heel mooi dat iemand dat ook echt heeft gedaan. Voor Vitesse is de derby minder speciaal. Het is gewoon een wedstrijd die gewonnen moet worden. Nou, wij spelen thuis, dus wij moeten voor de winst gaan, denk ik. Ik denk dat ze als team wat meer naar elkaar toe zijn gegroeid. En dat ze prima resultaten halen. En dat het gewoon een heel degelijk en misschien zelfs wel een goed team is. Terug naar het vuurwerk in Nijmegen. We hebben gezien stuff like this before, so I think it's fantastic to see all the fans coming out here today and support us. Trainen in de mist was het even, hè? Ja, we begonnen heel mistig en de trainer zei ook, ga jullie maar een andere plekje lopen. En toen gingen we uit in het vanzelf weg. Gaan jullie morgen ook knallen? Ja. Als dat niet het beste in je losbrengt als sportman, dan is het toch misschien tijd om een bureaufunctie te gaan overwegen. Tomorrow some firework on the pitch too? Yeah, well I don't know, hopefully. Well, from us there will be, definitely. ...250 jaar geleden zorgde het voor een hoop werk en welvaart. De Dru IJzerfabriek in Ulft. En die tijden moeten terugkomen. In de oude fabriek komt een innovatiecentrum. En dat moet leiden tot nieuwe producten en daarmee meer banen in de Achterhoek. Het is leeg en er gebeurt hier niets meer in de oude afbramerij van de Dru-fabriek in Ulft. 60 jaar geleden was dat wel anders. In deze afdeling worden de vele onderdelen waaruit de haarden worden samengesteld, geslepen. De oude afbramerij van de Dru-fabriek. Hier werd vroeger de laatste hand gelegd aan de pannen, potten, haarden en hekken die ze maakten in de Achterhoek. Honderden jaren lang was de Dru-fabriek hier een centrum voor innovatie in de Achterhoek. En dat moet terugkomen. De plannen daarvoor worden vandaag gepresenteerd. Het centrum moet scholen, bedrijven, kunstenaars en instellingen bij elkaar brengen. Nieuwe ideeën en producten zijn er nodig in de Achterhoek. Ondernemer Wiebre Jousma is enthousiast. Zo hoopt hij in de toekomst 3D-printers in het centrum te zien. Hier heb ik een pand zoals die in het verleden gemaakt werd. Hier in de fabriek? Nou, hier in de fabriek. En je kan inderdaad met een 3D-printer kan je zo'n pand maken. Toch is er ook kritiek. Want het centrum kost bijna 6 miljoen euro aan belastinggeld. En dat terwijl er op scholen en bibliotheken bezuinigd wordt. Ik denk dat je juist op het moment dat het moeilijk is met de economie, moet je juist investeren in vernieuwing en ontwikkeling. Goed besteed geld dus, volgens de burgemeester. Hij ziet het centrum dan ook al helemaal voor zich. Nou, dan hoop ik vooral te zien dat er mensen zijn, dat er jeugdigen zijn, dat er studenten zijn, dat er toeristen zijn, dat er ondernemers zijn. En dat het een ontmoetingsplek is, een soort smeltkroes van ideeën. Waar mensen elkaar vinden, geïnspireerd raken en daarna ook hier in de cultuurfabriek nog een lekker hapje eten en drinken. En gewoon de hele dag kunnen besteden. Zodat ze het gevoel hebben van hier gebeurt het. Het centrum gaat in de zomer van 2013 open. En dan moet het net zo vernieuwend zijn als de Dru-fabriek was 250 jaar geleden. Zijn leven kwam tragisch ten einde. Maar de onvervulde droom van Hoessein leeft verder. Dat zometeen. Met een zelfgebouwde voetbalkooi protesteren kinderen en ouders in de Essenbuurt in Duiven tegen het weghalen van de speelplek. De gemeente verwijderde gisteren de voetbalkooi omdat een aantal omwonenden last heeft van de spelende kinderen en van het geluid van de ballen tegen het hekwerk. De bedoeling is dat de voetbalkooi nu op een veldje bij het skatepark komt, maar ouders en kinderen hopen op een plekje dichter bij huis. De politie is op zoek naar een internetoplichter uit Apeldoorn. De man zou iemand hebben bedrogen bij de aankoop van een paar sportschoenen. Het slachtoffer wilde verhaal halen en maakte onder een andere naam een nieuwe afspraak met de man. De oplichter ging er vervolgens in zijn auto vandoor en sleurde de koper, die op het dak van de auto was geklommen, honderden meters mee. Het slachtoffer hield aan het avontuur geen verwondingen over. 2,55 meter. Er wordt gemeten en gekeken. En ja hoor, deze speculaas in Doetinchem is de grootste ter wereld. Hij is 13 meter lang en 2,5 meter hoog en heeft daarmee een plekje verdiend in het Guinness Book of Records. Met de verkoop van het koek wordt geld ingezameld voor CIDV, een chronische ziekte aan het afweersysteem. De beste minigolfers verzamelden zich vandaag in Putten voor het 2-tegen-2 toernooi. Dit is het drukst bezette kampioenschap van Nederland met zo'n 100 deelnemers. Er is in teams van 2 personen gespeeld waarbij de beste score telt. De koppels probeerden een parcours van 18 holes met zo min mogelijk slagen af te leggen.
Afgelopen zomer moest rond de Beuzenes in Winterswijk nog bijna al het groen worden weggehaald vanwege de Aziatische boktor. Een kale boel bleef achter, maar nu is het groen weer terug in de Winterswijkse wijk. Het is misschien nu nog een sprietje. Deze eerste officiële boom die vandaag werd geplant door de wethouder en ontdekker van de boktor Petra Bouwhuis. We hebben de hele zomer tegen zwarte evenementenschermen zitten aankijken. En nu krijgen we weer lekker groen erin. Heerlijk. Ja, echt heel fijn. Zo anders was het in juli toen het veelvratige insect werd ontdekt. De Aziatische boktor is heel gevaarlijk voor bomen en hoort niet thuis in Nederland. Als hij dan toch opduikt, werken alleen rigoureuze maatregelen om het diertje te bestrijden. Veel groen ging verloren, tot spijt van vele buurtbewoners. Op een enkeling toen na. In ons geval is het niet zo erg, want wij wilden de tuin toch al leegmaken. Dus wij worden goed geholpen deze keer. En zo is ze geholpen. Net als de rest van de buurt heeft deze Winterswijkse weer nieuwe bomen en planten in de tuin. Op kosten van de gemeente en het Rijk. Het resultaat is mooi geworden. De gemeente al een bedankbriefje gestuurd? Dat gebeurt nog, ja. Maar ook elders in de wijk wordt door bewoners hard gewerkt om het groen weer terug te krijgen. Zo'n 300 bomen en struiken kregen gisteren en vandaag weer een plekje in de tuin. Een paar maanden zonder gezeten, maar nu het weer groen wordt, is toch wel weer fijn. Ja. Ik ben wel blij dat de aanblik weer wat beter wordt. En nu is het hopen dat de boktor voor goed weg blijft. Want anders is al dit werk voor niets geweest. De komende 4 jaar houdt de Voedsel- en Warenautoriteit de situatie in Winterswijk in de gaten. Snoeiafval moet voorlopig in afgesloten zakken worden ingeleverd. Hij verdronk in de Waal bij Zaltbommel. In diezelfde rivier redde hij eerder nog het leven van 2 kinderen. Hussein Ouimpaye. Hij stierf voordat hij zijn droom in vervulling kon laten gaan. De 20-jarige Burandees wilde een weeshuis in zijn geboorteland bouwen. En door een Zaltbommelse stichting lijkt Hussein's droom toch nog uit te komen. Er werd ruim 30.000 euro ingezameld. En met dat geld op de bank vertrokken zijn moeder en een afvaardiging van de stichting naar Burundi om te kijken of de beoogde grond geschikt is voor een weeshuis. De helft van de Burundese bevolking bestaat uit kinderen en jongeren. 1 op de 5 kinderen is wees. They have no father, no mother. Na de reis is het voor de stichting duidelijk. De droom van Hussein, een veilige haven voor de allerkwetsbaarste, is broodnodig. Het is ook mijn droom. Ik heb altijd ergens in mij gedacht. Had ik ooit zou ik gewoon een weeshuis gaan bouwen. Want ik ben zelf opgegroeid als een weeskind. Dus ik weet hoe moeilijk het is om te moeten groeien zonder ouders. Ook de oom van Hussein helpt. Hij woont in Burundi en helpt met het zoeken naar geschikte grond. Deze grond is gratis. Maar de Burundese overheid vraagt behoorlijk wat belasting. We have to pay 44 million Burundi francs. En dat is about 20.000 euro. Dat is te veel. Harry de Bond, voorzitter van de stichting en ook geïnspireerd door Hussein, gaat op zoek naar een nieuwe oplossing. En die lijkt gevonden. Het dorpje wat er eigenlijk gebouwd wordt nu, is een heel mooi groot stuk grond, heel vruchtbaar. Langs met een toegangsweg en langs een soort slootachtig kanaaltje. En daar kunnen we heel goed een mooi gebouw neerzetten. De droom krijgt vorm. Want misschien wordt er volgend jaar wel echt begonnen met de bouw. Ja, ik had het dubbele gevoel. Ik was heel erg blij. Maar aan de andere kant, ja, ik had van oké, mijn zoon is niet meer om te zien waar we mee bezig zijn. Maar aan de andere kant dacht ik oké, het is ook goed voor de kinderen. Dat Hussein's droom uit gaat komen, daar zijn ze in Zaltbommel van overtuigd. Wanneer? De tijd zal het leren. En wat het weer de komende dagen gaat doen, horen we van Margot Ribberink. Helaas, de eerste nacht van de Goedheiligman in Gelderland verloopt regenachtig. Maar het is niet meer zo koud zoals afgelopen nacht. In de Achterhoek heeft het afgelopen nacht een graadje gevroren. En kon er ook prachtige plaatjes worden gemaakt vanochtend. Rijpvorming hier op prikkeldraad. Vanochtend zijn we begonnen met zon en een klein beetje sluibewolking. Maar al heel snel nam de bewolking toe. Lage bewolking en nevel vanuit Frankrijk aangevoerd. En daar komt nog eens bewolking.
bevolking bij, afkomstig van een zwakke storing boven de Britse eilanden. Daar valt ook een beetje regen uit. Dat gebeurt in de loop van de avond en nacht, morgenochtend misschien ook. Maar morgenmiddag komen we aan de achterkant van die storing terecht. Dan gaat het opklaren, dan zijn we ook de nevel kwijt, want het is veel schonere lucht. Dus het ziet er voor morgenmiddag allemaal een stuk beter uit. Vanochtend ook wat zon in het oosten, maar bewolking al in het westen. En vanavond en vannacht is het overal bewolkt. Het kan zelfs een beetje nevelig of mistig worden. En het gaat dus vanuit het westen regenen. Eén voordeel, het wordt niet koud, een graad of 7. Morgenochtend ook bewolking en regen. Dat trekt dan naar het oosten weg. En met een beetje geluk start de Zevenheuvelenloop bij Nijmegen. Droog met bewolking en later ook een beetje zon, want die breekt dan vanuit het westen door. Er is ook niet al te veel wind en de temperaturen lopen in Nijmegen op naar 9 graden. Misschien in het westelijke rivierengebied naar zo'n 10 graden. In de nacht naar maandag ontstaat weer mist en laaghangende bewolking. En daar blijven we dan maandag en dinsdag mee zitten. Grijs weer met een koude nacht. Woensdag passeert er weer zo'n storing met een beetje regen. Maar het voordeel wel is dat er dan op donderdag weer wat schonere lucht ons land binnen gaat komen. Met dan weer wat grotere kansen op zonneschijn. En tot zover deze uitzending met de volgende hoofdonderwerpen. Sinterklaas en Sint Pieter kunnen aan de slag. Ook in Gelderland zijn ze goed aangekomen. En supporters kunnen bijna niet meer wachten. De strijd om de Gelderse derby NEC Vitesse morgen in Stadion Gelredome. Dit was het. Ik wens u nog een fijne avond.